Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 10 september 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag is er inderdaad nieuws. De groep van PI2NOS heeft vanmiddag op een moment strategisch vlak voor de ballonvossenjacht een repeater geplaatst in Smilde, waardoor nu ook een groot deel van Noordoost-Nederland is ontsloten voor het PI2NOS systeem. De zender staat op 303 meter hoogte. De ontvanger in Smilde staat momenteel nog op 70 meter hoogte, maar daar wordt in de toekomst nog naar gekeken. Met de ontvanger in Boom in België is het natuurlijk wel heel interessant om eens te kijken wie de eerste verbinding vanaf de Waddeneilanden naar de Franse grens maakt via het repeatersysteem. Goed werk in elk geval, mannen. Ik heb toch wel erge bewondering voor jullie daadkracht. Volgens de website hamnieuws.nl zal later dit jaar ook PI3 UTR vanuit Smilde actief worden. En komt de bovenregionale VHF-repeater dus ook beschikbaar voor Noordoost-Nederland. Het Hongaarse 60 meter baken op 53-57 kHz heeft haar roepnaam veranderd naar HG7BHB. Het baken was sinds augustus in de lucht, werkte tijdelijk onder de call HA7. SO, wat een tijdelijke call was dus ook. Tegelijk met de frequentiewijziging is het zendvermogen verlaagd van 100 naar 50 watt. Gebruikte antenne van het baken is een Diamond BB6W, breedbandantenne op 4 meter hoogte. En het baken zit dus nogmaals op 5,3, 5,7 kHz. De site ham-dmr.nl meldt dat er inmiddels op grote schaal DV4 minis worden uitgeleverd aan de zogenaamde early adapters. De DV4 mini is een USB-stick vergelijkbaar met de 10 mW hotspots die bij D-Star zo populair zijn. Alleen met dit verschil, de DV4 mini werkt ook voor DMR-reflectors en voor de reflectors van Yaesu System Fusion. Op de site digitalvoice.be staat overigens een review van de DV4 mini bij D-Star. Je kan RX en TX frequentie instellen tussen 420 en 470 MHz. We kozen voor een shift van min 7,6 MHz. Ondanks dat we dachten dat RPT1 en RPT2 moesten worden ingesteld om de zaak te laten werken, was dat niet nodig. Het maakt voor de dongel niet uit wat er staat, het werkt. Verbinden met D-plus reflectors, DCS en XRF reflectors ging perfect. De gemaakte QSO's bewijzen dat, zo schrijft Patrick van digitalvoice.be onder andere. Bij DMR is een shift instellen niet mogelijk. Of je toestel op slot 1 of 2 staat, het maakt niet uit. De software begrijpt het allemaal en stuurt allemaal netjes als zijnde slot 2 naar de server onder talkgroep 9. Hier komt echter de eerste domper. Slot 1 communicatie is niet mogelijk met de software. Geen slot 1 nationaal en talkgroep 206 of andere talkgroeps. Ook bij Fusion is geen shift instelling mogelijk en ook daar alleen verbindingen met het DCS netwerk. Niet met Wireless X. Patrick vindt dat duidelijk nogal beperkt, zo schrijft hij. De slotconclusie is: D-Star werkt erg goed en bijna alle mogelijkheden zijn aanwezig. Het is compatibel met de meest gangbare D-Star netwerken bij DMR. Enkel slot 2 en talkgroep 9 kan en enkel de eigen DCS reflectors kunnen gewerkt worden. En dat is wat ons betreft een domper, zo schrijft hij. Je wordt naar DMR Plus gedwongen zonder rekening te houden met andere systemen. Hierbij is zeker werk aan de winkel. Fusion kunnen we gelijk waarderen als DMR, te weinig compatibel. Ook hier is werk aan de winkel, maar het lijkt een ambitieuze jongens te zijn en Patrick heeft er goede hoop op dat ze het nog wel weten op te lossen. Om het te lezen op digitalvoice.be, de vroegere distavlaanderen.be. En tenslotte, om de mensen uit het noorden die erbij gekomen zijn een beetje te verwelkomen, zal ik meteen ook de 32e radio-onderdelenmarkt Assen vermelden, die echter in Eelde wordt gehouden. En wat was nou ook alweer de datum van? Dat was in oktober. Ja, dat is een goede beurt, ETE. op 10 oktober. Toegangsprijs is €3,50 en de zaal is open van 9:30 tot 15:00. De overige info is op diverse sites te vinden, onder andere op www.vrza.nl, waar ik het zelf gelezen had. Daily Minutes is dagelijks om 19:00 op 6005 en op 7310 kHz. En 5 minuten later op PI2NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz, om 10:30 op PI2NOS en om 14:30 op 9560 kHz. Mailadres van de uitzendingen is x@xdv.me. In the beginning, there was silence. Then came ham radio. And there came the great exchange of ideas that led to many new inventions like the cell phone and communications that leads to lifelong friendships from down the street to around the world with millions of other amateur radio operators. And today's ham radio is the best source of backup communications during disasters or emergencies. Ham radio is alive and well. Find out more. Visit helloradio.org and get in on all the action.